ben Janiek. Hoi, ik ben Emily. En wij zijn verpleegkundigen op de afdeling neurologie en neurochirurgie van het CMZ. Nemen jullie een kijkje met ons mee? Patiënten komen op deze afdeling met een herseninfarct, hersenbloedingen, MS, ALS. Je hebt ook auto-immuunziektes die op je zenuwstelsel slaan of op je spieren. Mm-hmm. Die mensen komen hier ook. We hebben dan drie verschillende diensten, de dagdienst, de avonddienst en de nachtdienst. Tijdens een dagdienst beginnen we met een korte overdracht en daarna gaan we de gang op. Ja. En dan gaan we de patiënten verzorgen. Bespreken we de visite met de artsen over de patiënten. We bespreken ook met de andere disciplines nog fysiotherapie, ergotherapie, logotherapie, transferpunt, alle belangrijke zaken. En dan gaan we daarna verder met de controles. Dus we checken de neurologische functies van de patiënt. En dan dragen we dat ook weer aan elkaar over naar de avonddienst. En tussendoor krijgen we ook op de neurochirurgie natuurlijk de OK's die naar de operatie moeten en die we moeten voorbereiden daarop. En daarna zorg achteraf leveren. Mensen die vervelen zich vaak, liggen vaak stil en die wachten. Wat eigenlijk ons op het idee bracht om een breinplein op te richten. En met iemand van de ergotherapie en allemaal leuke dingetjes bedacht om daar te ondernemen. Mensen eten daar, komen in contact met elkaar, zijn in beweging, doen creatieve dingen. Ja, het is ook gewoon een beetje de gezelligheid die je daar hebt. We hebben een heel gezellig en gevarieerd team. We doen heel veel buiten het werk, ook proberen we samen te doen. Leuke sfeer vind ik op de afdeling. We helpen elkaar, we kunnen lachen met elkaar. Ja, maar ook serieus aan het werk gaan. Dus, leuk team. Ja, heel leuk team. Daaruit bestaan ook nog de verdeling tussen de gewone, de allround verpleegkundige en de regieverpleegkundige. En ik ben zelf regieverpleegkundige. Dus ook achter de schermen ben ik gewoon heel veel ook bezig met het kijken van wat kunnen we binnen het team verbeteren. Hè? En niet alleen maar qua kwaliteit, qua zorg, maar ook qua teambuilding. Binnen de afdeling hebben we ook veel verpleegkundigen in opleiding. We hebben stagiaires die van de HBO of de MBO komen die hier een stage een aantal weken lopen. Gediplomeerd verpleegkundigen, ook die blijven zich hier doorontwikkelen. Zo doen er een aantal de HBO-opleiding nog erbij. En we hebben ook de neurologieopleiding. En word je uiteindelijk ingewerkt om op de neurocare te werken. Dat is de acute, de stroke unit noemen we dat. De patiënten die gemonitord moeten worden, die komen daar binnen. Ik wilde van jongs af aan al verpleegkundige worden. Dat wist ik al, ook specifiek in het ziekenhuis. Ik ben helemaal happy. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Wat wel specifiek neurologie voor mij de voorkeur heeft is, ja, ik denk toch wel dat je hebt hier en de acute fase van de opname. Je hebt de patiënten die lang liggen, waar je echt een band mee op kan bouwen. Ja. En je hebt ook de patiënten die geopereerd worden en die eigenlijk best wel snel weer gaan. Ja, die afwisseling is heel uitdagend, vind ik. Ik ben hier geboren, dus ik had sowieso al hier iets van een warm gevoel of zo bij. Het is gewoon een warm ziekenhuis. Iedereen steunt elkaar. Het voelt echt als één team. Nou, vond jij het nou ook zo leuk om ons in gesprek te horen gaan over neurologie en neurochirurgie? Dan zou ik zeggen, kom een dagje meelopen. Met ons gezellige team. We nemen je graag mee.